Wie zijn jullie? Ik ben meester Dennis. Ik ben werkzaam op de Leienburgschool. En ben meester van de nieuwkomersklas, taalklas op de Ark. Ik ben juf Margaretha. Ik ben werkzaam op CBS de Ark. En ik geef de kleutersles en ik geef ook de taalklasles. Ik ben meester Raoul. Ik ben onderwijsassistent hier op school. En daarnaast volg ik de PABO-opleiding deeltijd. Hier ben ik ondersteunend bij groep 7 en de taalklas. Wat is zo speciaal aan deze klas? Aan de klas, het speciaal is, zijn de kinderen natuurlijk. De kinderen komen van verschillende landen. En zij maken de klas speciaal. Wat mooi is aan ons werk, denk ik, ik spreek niet voor de anderen, maar is dat wij de kinderen Nederlands kunnen leren en ervoor zorgen dat zij op de reguliere school kunnen instromen. Ja, deze kinderen zaten thuis en die verveelden zich. Er was nergens plek. En daarom zijn we deze klas kunnen starten. Daar zijn we heel dankbaar voor dat we de kinderen onderwijs kunnen geven. Want dat hadden ze ook hard nodig. En voor sommige kinderen is het voor het eerst dat ze naar school gaan. Mooi samenwerkingsverband zijn we begonnen tussen Leienburg en de Ark. Om juist inderdaad deze kinderen bij te staan en les te geven. Het komt vanuit de gemeente. En wij vinden dit een mooi iets om te beginnen. Wat is de leeftijdsgroep van deze kinderen? De kinderen zijn van 7 tot en met 12 jaar. Gaan ook naar hun verschillende reguliere groepen. Dus we hebben kinderen vanuit groep 2. Maar ook kinderen in groep 8 zitten. Dus op de Ark en op de Leienburg. En dan gaan ze in de ochtend komen ze bij ons in de taalklas. En in de middag gaan ze naar hun eigen stamgroep toe. Wie ben jij? Laurencio. Uit welk land kom jij? Moldavië. En hoe oud ben jij? 11 jaar. Hoe heet jij? Beer. En hoe oud ben jij? 8 jaar. En waar kom jij vandaan? Ik kom vandaan Syrië. Hoe lang woon jij in Nederland? 2 jaar. Hoe heet jij? Sid. Hoe oud ben jij? 12. Waar kom jij vandaan? Filipijns. En hoe lang woon jij in Nederland? 3 maanden. Kunnen jullie misschien vertellen wanneer het allemaal begonnen is? Ja hoor. We zijn 9 januari met deze klas begonnen. Samen, de Leienburg en de Ark. Nogmaals, verschillende leeftijdscategorieën. Wat voor ons heel leuk is, is dat we zien dat de kinderen heel veel progressie maken in deze klas. Ze kunnen al heel goed zinnetjes maken, vertellen wat ze willen, korte vragen stellen. En dat is voor ons heel leuk om te zien. En dan maakt het niet zoveel uit of ze dan 7 zijn of 12. De ene zegt het iets anders dan de andere. Maar het is wel superleuk om te zien. Vinden we belangrijk dat kinderen in ieder geval het onderwijs krijgen. Ze komen in aanraking met de school. Ze leren een schoolse houding. Sommige kinderen leren ook nog lezen en schrijven. Hebben ook nog nooit gerekend. Dus dat zijn eigenlijk de basisprincipes naast de taal dat we ze meegeven. En natuurlijk ook een stukje cultuur zoals jullie vandaag hebben kunnen zien. Heel erg bedankt. Het was een heel interessant gesprek. Nou, namens ons en de kinderen graag gedaan. Ja, dank jullie wel voor jullie belangstelling. Ja, jullie ook bedankt en heel erg graag.